Jermaine Lichon, ondervoorzitter bij de Bond Kustwacht, die heeft zich vandaag met de in actie zijnde kustwachters aangemeld, wederom bij het kabinet van. Vorige week woensdag was hij reeds met de kustwachters bij de vicepresident, toen waarnemend president. En toen had de heer Brunswijk beloofd dat er binnen 2 dagen verandering zou komen in de situatie van de kustwachters. Nu, een week verder, is er nog steeds niets gedaan. Vandaar dat de groep hedenochtend wederom is getogen naar het kabinet van de vicepresident om verhaal te halen bij VP Brunswijk. We spraken met de heer Lichon en mevrouw Patricia Schenkers, die bestuurslid is van de bond bij de kustwacht. En zij vertellen veel meer over hetgeen zij hadden afgesproken met de vicepresident, maar wat ze ook nog verder verwachten. Zoals u weet is kustwacht al enige tijd in actie. En tot de dag van heden hebben we als vertegenwoordigers van de kustwachters nog steeds geen officiële uitnodiging gehad van de directeur. Nog de minister. En u weet, vorige week waren we hier bij de vicepresident. En de vicepresident had toen aangegeven dat hij de minister en de directeur zou contacten. En nee, hij had de minister gecontact. En hij zou ervoor zorgen dat er een meeting zou komen tussen de minister, de VP, de directeur van kustwacht en de bond. En we zijn nu een week verder. En we zien dat er nog steeds niets uit de bus is gekomen. En als vertegenwoordiger van de personeelsleden, dan ben ik persoonlijk wel een beetje teleurgesteld. Ja. Omdat als leidinggevende, als je een belofte doet naar je personeelsleden, want deze personeelsleden zijn naar een kietje van kondering. Ja toch? En we verwachten dat wanneer een leidinggevende van het land een zegje doet, een belofte doet naar de personeelsleden, dan verwachten we dat ze zich houden aan de gemaakte afspraken. Want die leden, nogmaals meneer Ganesh, die leden hebben nergens aangegeven dat ze niet willen werken. Het kan nooit zo zijn dat je acht jaren werkt op een plek en dat je gewoon op de een of andere dag, omdat je opkomt voor je belangen, dat men gewoon ineens komt van dat men je gaat overplaatsen naar een andere afdeling. De personeelsleden hebben niet daarnaar gevraagd. Ze hebben gevraagd naar betere werkomstandigheden, betere communicatie bij kustwacht en een betere salariering. Daarvoor vechten ze. En nu probeert men een andere bocht te maken en men probeert de leden individueel nu brieven te schrijven dat ze een vergadering moeten bijwonen om waarschijnlijk overgeplaatst te worden naar een andere afdeling van het ministerie. Nee, daarvoor pleiten we niet. Men ook actie u apresina dat u aan gimme shwalanya. Het werkt niet. En dat moet deze regering. Ze moeten gaan afwijken daarvan. Dat te afvallige actie A dat u aan gimme afvallig B. Daarvoor had het volk niet gestemd toch? En nu ben ik een beetje boos hoor. Dat de moment dat misschien gaat het een beetje persoonlijk lijken. Maar het kan niet. We kunnen niet opkomen voor de belangen van de ambtenaren. Dan zegt de minister van Binnenlandse Zaken heel wat leugens aan de vicepresident. En dat de vicepresident hem moet geloven, dat gaat mijn verstand te boven. Het gaat mijn verstand echt te boven. En ik heb de VP geappt dat ik echt boos ben nu. Ik verdraag bepaalde dingen niet. Omdat we die ambtenaren kunnen niet opkomen voor een bepaald ding. Dan wil je ze iets anders geven. Johan Gideman Sayouani. Dat dictatorbeleid in Akondre is no ding. En dat ga ik als ondervoorzitter niet accepteren. De voorzitter van de bond is er vanwege ziekte vandaag niet erbij. Maar ik ben er vandaag bij met mevrouw Schenkers. Ook als een van de leden van het bestuur nu. En een deel van de vertegenwoordigers. Een paar komen nog. Maar omdat u misschien ergens anders moet gaan, daar hebben we misschien minder tijd om te wachten op de andere leden. Maar we zien dat de minister intussen een commissie in het leven heeft geroepen, toch, bij de kustwacht, die in feite moet gaan om zaken in orde te stellen. Nou, daaronder valt dit toch ook? Oké, meneer Ganesh, kijk nou. Het is een commissie, toch, dat moet ik eens aan het doen. Ik heb het op een ching, toch. Ik heb het op een ching, ik ben tekenen, kinderbijslag van ching.
Je ne sais pas si je suis un papa, mais je suis un peu comme ça. Je ne sais pas si je suis un peu comme ça. Ça ne sais pas si je suis un peu comme ça. Mo bigingi on delfa of mo bigigi wam chisani tan wala tim bab o langa leti tapasani the minister with asking under the directeur bola with asking under that the leader a lang rek had op on a commissie waarom had men the leader niet al lang voorgehouden dat men aanspraak kon maken of aanspraak ja kon maken op een commissie en dat ze zeker vertegenwoordigers van Kuswag in die commissie konden zetten. Dat want ik na een lange de man sabitaki, volgens artikel 22 hebben ze gezegd, de leader appelt die op een commissie en een commissie dat die moet zorgen dat hij fit voor de leti voor de ambtenaren. Nu pas nu de bond is opgekomen dat de man compleet boom panel nodig, omdat de man daar een scheiding komt tussen commissie en bond. Wel, ze mogen één ding weten. Zolang deze leden zeggen dat ze achter de bond staan, staat de bond ook achter hun om de belangen van hun te behartigen. Want ik ben er 100% zeker van dat die commissieleden die ze laatst hebben geïnstalleerd, alleen maar jaaknikkers zijn. Ik ben er zo overtuigd, 100% overtuigd. De man omang, de commissieleden nomen draai minister Tapu en nog de directeur. Begrijpt u? We hebben zelf met de minister gesproken, heer Lichon. Ja. En de minister geeft twee zaken aan, dat het slechts om een handjevol mensen gaat. Dat is één. En dus die ontevreden zijn, slechts een handjevol mensen. En ten tweede geeft hij aan dat de kustwachters, of dat van de kustwacht, een zeer gevoelig onderwerp is. En dat deze mensen als geen ander moeten weten dat dit niet de manier is om je zaken naar voren te brengen. Oké, luister nou, een handjevol. Meneer minister Bronto Anu Bigi, voor hoor Aladdes Madisine Anu. Misschien is zijn hand groot, want dat bedoelt hij toch, een handjevol. Mevrouw Schenkers, wat noemt hij Anu? Dat staat de tralide. Alles dat meer dan één is, is te veel. Dat heb ik geleerd in de politiek. Alles dat meer dan één is, is al te veel. Dus nu hebben we al nu 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22 leden hier. Dan kom je me zeggen, een handjevol. De minister is gewoon belachelijk. Hij is belachelijk. Laat me letterlijk zeggen. Bijna, ik weet niet. Ik wil bepaalde woorden uit toch. Maar ik heb voor rekening dat ik mijn ondervoorzitter voor abonne, meneer Ganesh. Maar gelooft u me, ik heb nu echt weinig geloof in deze minister. En als de vicepresident en de president nog geloof hebben in deze minister, dan houdt dat op in Suriname. Maar wat ik net vroeg, misschien kan mevrouw Schenkers hierop antwoord geven, want u bent ook kuswachter. Ik ben precies. Ja. En de minister geeft aan, jullie dienen juist beter te weten dat de kuswacht een zeer gevoelig werkplek is en dat dit niet de manier is om aandacht te vragen voor de problemen. Inderdaad, is Kuswacht een zeer gevoelige plek. En dan juist zou de minister moeten weten van, laat me dan aanhoren, wat heeft gedreven dat deze mensen tot zo'n stap zijn overgegaan. Want we zijn niet een dagje wakker geworden, dit is wat we gaan doen. Toch? Ik neem aan dat de minister inmiddels op de hoogte is dat er meerdere keren is aangegeven dat we vaker aan de bel hebben getrokken bij de leiding. En als je niet wordt gehoord, dan ga je andere alternatieven zoeken. Ons alternatief was, als hij ons niet wil horen, laat de bond voor ons praten. Misschien zijn we niet geschikt om persoonlijk tot hem te praten. Laat hij met de bond praten. De bond kan dat ook bemiddelen tussen de minister en de waarnemend directeur. Maar dit is niet één dag. En ik zal u zeggen, misschien ziet u hier 22 leden, maar we zijn met 50 mensen begonnen. Dat er druk op ze is gelegd en ze hebben gekozen om de actie niet meer te ondersteunen, is hun goed recht. Net als hoe het een goed recht is geweest om de eerste dag aan te geven, de maatbeker is vol. Toch? Voor iedereen is het genoeg wat er gebeurt. Wat we hebben gevraagd, er is nimmer eens, niet aan meneer Bola, niet aan geen enkele staflid, om het hoe dat ook aan te geven, dat een van de mensen die zijn begonnen met de actie niet meer wilt werken bij de kuswacht. Het enige wat we hebben gevraagd is aandacht voor de problemen die voorspelen binnen de kuswacht. Dat is wat we hebben gevraagd. En als de minister aangeeft dat hij heeft gehoord dat er een handjevol mensen niet meer willen werken bij de kuswacht, dan denk ik dat het gepast is
om dat handje van mensen ook te zeggen, laat me horen. Al hebben we aangegeven waarom we niet meer willen werken bij de Kuswa. Moet je dan toch willen horen waarom we niet meer willen werken bij de Kuswa? Is het omdat we de blauw niet leuk vinden of geel niet leuk vinden of zo? Je zou dit handje van mensen tenminste dan moeten aanhoren. En tot de dag van vandaag is er niemand die heeft gezegd van, kom, ik ga horen, wat is het probleem? Waarom wil je niet, men vertelt leugens dat we niet meer daar willen werken, waarom wil je dan niet meer werken? Dat ga je horen, nooit hebben we aangegeven dat we niet daar willen werken. Nooit. Ook dat hebben we voorgelegd aan de minister. En hij zegt, er is altijd een plek voor jullie bij Binnenlandse Zaken. Er is een plek bij Binnenlandse Zaken. Waarom ga je... Kuswacht is ook Binnenlandse Zaken. We hebben al een plek bij Binnenlandse Zaken. We hebben al een plek. En omdat we hebben aangegeven aan meneer Bolla dat we Bizanen zijn. De minister is daar gekomen bij het installeren van meneer Bolla als waarnemend directeur. Dat we allemaal Bizanen zijn. Dat als we vandaag nog binnen de Kuswacht aanhalen dat we Bizanen zijn, dan mogen we niet meer op Kuswachtterrein. Moeten we badge uniform inleveren. Ik denk niet dat dat de manier is hoe een waarnemend directeur met zijn personeel omgaat. Hoe zal hij dan met het personeel omgaan wanneer hij directeur is? Hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie een badge en uniform ingediend? Nee, ingeleverd, want niemand heeft een schrijven gekregen. En ik althans, en ik ben getuige van iedereen die in actie is geweest. Iedereen heeft keurig de presentie iedere keer getekend. Ook die mensen die zich hebben teruggetrokken, nu hebben voorheen netjes getekend en alle actiepunten ondersteund. Toch? Iedere keer is voorgehouden, laten we even praten, dan gaan we terugkoppelen met de bond. Tot de dag van vandaag is nooit teruggekoppeld met de bond. Mochten we niet voor onze rechten opkomen, dat wisten we al, want daarvoor zijn we niet gehoord. Het rancunees behandelen, zodra je eigenlijk hebt aangehaald waarmee je ontevreden bent, of wat je beter, als je advies geeft wat beter zou kunnen. En nu blijkt, zij die hebben volhard van nee, we willen verandering aan de punten die we hebben aangegeven. Als het ware heeft meneer Bolla gezegd dat als je wil volharden, daar de deur. Zij die een stapje terug hebben genomen, die moesten hun werkzaamheden per direct hervatten. Ik denk niet dat je zo opgaat met personeel. Dus nu gaan jullie in feite aan de vicepresident vragen hoe het in elkaar zit? Ja, natuurlijk, omdat het kan nooit zo zijn dat je de leden hebt beloofd vorige week woensdag en vandaag is weer woensdag, dat is gewoon een week verder. En dat niet eens de afspraak die hij was toen waarnemend president, dat de vicepresident zich niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraak. Zo ga ik het zeggen. De vicepresident heeft zich niet gehouden aan de gemaakte afspraak. Omdat hij had aangegeven dat hij de volgende dag zou zitten met de minister, de directeur en de bond. En één week verder, nog steeds niets.